Welkom in het Rijksmuseum van de Oudheden bij dit mini-college over Doggenland. Een tentoonstelling waar we nu hard aan werken en die hopelijk in april open gaat. Mijn naam is Luc Amkhorst, een conservator prehistorie hier en eigenlijk vanuit die hoedanigheid betrokken bij dit onderwerp al enige jaren. En ik wil jullie eigenlijk de komende minuten meenemen op een soort snelle reis door Doggenland. Maar we moeten kijken of het lukt, want het is een verhaal van een miljoen jaar. Dus ik kan steeds maar hele kleine stukjes daarvan van uitlichten. En nou ja, de meeste van jullie zijn wel eens aan het strand geweest, maar misschien hebben weinigen zich gerealiseerd op dat moment dat je eigenlijk aan de rand loopt van een enorm onontdekt landschap van minstens 200.000 vierkante kilometer. Enorm gebied tussen de kusten van Nederland, Denemarken, Groot-Brittannië lag eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd in het verleden droog. En dan heb ik het over een periode van tot in ieder geval een miljoen jaar geleden, voor zover als wij kijken. En eigenlijk is die Noordzee pas de laatste duizenden jaren definitief weer volgestroomd. En nou, dit is dus een heel lang verhaal, een verhaal over andere menssoorten, over onder andere de Neandertalers, een verhaal over ijstijden. Maar ook een verhaal over ons als moderne mensen in een landschap wat eigenlijk constant verandert en wat op een gegeven moment ook verdronken is, na nog eerst een geweldige tsunami meegemaakt te hebben. Nou ja, voor het hele verhaal zal ik jullie aanraden de tentoonstelling te bezoeken, maar ik zal nu een aantal nou ja, kleine tipjes van de sluier oplichten. En het eerste is eigenlijk dit hele leuke kleine rode boekje. Eigenlijk is Doggenland nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Dat gebeurde in de 19e eeuw en een van de mensen die daar eigenlijk oog voor had was Clement Reid, een geoloog, en die onderzocht de verdronken bossen aan de kusten van Engeland. En bij laag tij, en zeker als er storm geweest is of nou ja, de stand van de zee gunstig is, vallen daar eigenlijk stukken land droog waar boomstronken uitsteken. En hij ging die onderzoeken en probeerde ze te dateren. En hier zie je hopelijk een foto van een van die bossen uit die tijd. En die vallen nu nog steeds droog. En in die tijd ging men ook denken, maar wat betekent dat dan? En uiteindelijk was de 19e eeuw moment dat men er rijp voor was ook te denken van goed, dat land dat liep hier waarschijnlijk door. En die zee is er dus misschien niet altijd geweest. Op dat moment ontbrak het nog aan de methode om echt goed te dateren naar hoe oud dat dan geweest was en wie daar geleefd had. Maar inmiddels was men door onder andere het werk van Darwin en allerlei geologen wel zover dat men durfde te denken van, goed, ons verleden gaat echt veel verder terug dan een paar duizend jaar. Tegelijkertijd was het zo dat men eigenlijk op zee ook resten uit het verleden tegenkwam. Met name dat vissers in hun vissersnetten grote stukken brokken bot naar boven haalden. Van dieren die al lang uitgestorven waren, zoals mammoeten en wolharen neushoorns. En dat die ook heel duidelijk aangaven van, goh, dit is een landschap wat nu verdwenen is, maar wat ooit bevolkt was en heel erg rijk geweest moet zijn. Maar het belangrijkste is dat ook het allervroegste bewijs voor menselijke soortgenoten in Noord-Europa uit dit gebied komt. Aan de kust bij Engeland, bij Haysborough, zijn vindplaatsen gevonden met daar aangetroffen een paar vuurstenen werktuigen die waarschijnlijk rond de 950.000 jaar oud zijn, bijna een miljoen jaar oud. En dat zijn de vroegste tekens van menselijk leven hier in Noord-Europa. En bijzonder is ook dat daar in de natte klei van de riviermonding die dat toen was, voetstappen zijn achtergebleven van die mensen. De archeologen hebben dat op tijd kunnen documenteren en zo weten we dat er dus een paar volwassen mensen en wat kinderen 950.000 jaar geleden door een modderige oever hebben gelopen. En kunnen we kleine stukjes en beetjes van dat leven bij elkaar puzzelen. En het gaat dan om een hele vroege menssoort die we Homo antecessor noemen en waarvan we de fossiele resten eigenlijk op dit moment alleen kennen uit Spanje. Maar juist de rivieren, juist die kustgebieden waren in die tijd hele gunstige zones om door Europa te trekken en waarschijnlijk zijn ze op die manier ook daar terechtgekomen. En misschien ook al bij ons, alleen ligt het hier dus onder hele dikke lage sediment. Het grootste deel van het verhaal daarna is een verhaal over ijstijden. En daar kan ik ook een aantal stukken van laten zien. Je moet je voorstellen dat
dat in die miljoen jaar er een afwisseling is geweest van hele koude perioden, waarin er heel veel water vast zat in de kappen van de polen, zoals de Noordpool, en dat die Noordzee droog viel. En de kortere, warmere periode, daartussen stroomde eigenlijk dat water weer terug. En dit zijn eigenlijk twee schelpjes. Je zou misschien denken van, goh ja, leuke schelpen. Maar dit zijn schelpen uit de voorlaatste tusseneistijd. Dus we leven nu weer in een warmere periode. Maar dit zijn schelpen uit de vorige warme periode, het Eemien. En ze zijn meer dan 100.000 jaar oud. Dus deze schelpen vind je nu op de stranden. Maar die leven eigenlijk niet meer in de zee op dit moment. Dus als je deze schelpen vindt, geknobbelde hartschelp, dan kijk je dus naar een schelp uit een warme periode toen hier nijlpaden in de Maas zwommen en het lekker aangename temperatuur was. Maar het grootste gedeelte van die tijd was het koud, was er een ijstijd en lag het gebied eigenlijk meestal droog. En de enorme rivieren zoals de Maas, de Rijn en de Theems, die waterden allemaal in dat gebied af. En daar trokken kuddes rendieren rond, kuddes mammoeten, wolhagen, neushoorns. Maar daar liepen ook onze verwanten, de Neandertalers. En met name op de stranden vinden we daar nu veel voorbeelden van, werktuigen van. En ik heb hier bijvoorbeeld een hele mooie schaaf meegenomen. Die is gevonden in Noord-Holland. En die zat dus in zand of in een schelpengrit wat opgezogen is uit die Noordzee, uit dat landschap. En wat aan land gespoten wordt. En daarom vinden we die zaken dus vooral aan de stranden of op schelpenpaadjes. En je ziet hier een heel mooi bewerkte schaaf. Dus wat gebruikt werd om bijvoorbeeld huiden schoon te schrapen. En gemaakt door een Neandertaler ergens tussen de 50 en 90.000 jaar geleden. Je vindt de spullen eigenlijk op de plek waar ze niet meer op hun oorspronkelijke plek liggen. Maar het toont wel aan dat hele archeologisch rijke omgevingen zijn. En dat vooral twee andere vondsten uit die vroege periode van de ijstijd geven dat aan. Is de replica, dus de plastic versie van onze eerste Neandertaler, Krijn. Je ziet hier een hele dikke wenkbrauwboog, typisch voor Neandertalers. Het heeft ongeveer hier op zijn hoofd gezeten. En dit is de eerste Neandertaler van Nederland. En het feit dat het stukje fossiel bot bewaard is, geeft aan hoe goed die vindplaatsen daar eigenlijk ingebed zijn in die lagen in de Noordzee. We hebben nog heel veel onderzoek kunnen doen naar het stukje bot. We weten dat het een jonge man was, waarschijnlijk een vrij krachtig individu met een forse wenkbrauwboog. We hebben naar isotopen, stabiele variaties van atomen kunnen kijken. En daardoor weten we dat het vooral een vleeseter geweest is. En zoals je ziet heeft hij ook een klein gaatje achter die wenkbrauwboog zitten, hier zo. En dat is eigenlijk de holte die een tumor heeft achtergelaten. Dus onze eerste Neandertaler had ook nog een keer een bult op zijn voorhoofd. En ook een andere vondst die hier in de collectie zit. Dit is wederom een replica. Waar je naar kijkt is een stukje vuursteen met eronder een soort klodder die in het oorspronkelijk zwart was. En die klodder is berkenpek. En die is eigenlijk om dat stukje vuursteen heen gevouwen om zo op die manier een heel fijn handgreepje te maken. Hij is dus onderzocht middels allerlei methoden dat het berkenpek is. En het is het derde stuk wat in Europa gevonden is. We dachten namelijk eerst dat het van een stuk was dat dateerde in de periode van moderne mensen. Zo'n 8000 jaar geleden, maar na datering bleek het meer dan 50.000 jaar oud te zijn. En dus door Neandertalers gemaakt. En wat ze ermee gedaan hebben, weten we niet precies. Misschien was het gewoon een heel handig mesje om wat baardhaartjes weg te scheren of andere kleine klusjes te doen. En dit geeft aan hoe intact die vindplaatsen op die Noordzeebodem eigenlijk nog moeten zijn. En dat geeft ook aan dat we ze dus nu op aan het zuigen zijn. Dus we moeten eigenlijk ook nadenken over hoe we die vindplaatsen gaan beschermen. Nou, dat was eigenlijk het verhaal van de Neandertalers en de ijstijd. En op een gegeven moment loopt die laatste ijstijd op zijn eind. En zien we de eerste moderne mensen in deze omgeving komen. Daar vinden we nog heel weinig resten van. Maar dat wordt eigenlijk steeds meer op het moment dat het klimaat vanaf zo'n 11.000 jaar geleden steeds warmer en aangenamer wordt. En die mensen, moderne mensen, zoals ik en jullie, die leefden dus in een hele omgeving met een temperatuur en een klimaat zoals nu. Er waren weer bossen, de mammoeten waren weg, de rendieren waren weg, maar er was wel edelhert, wildzwijn, eenden, ganzen, allerlei soorten vissen. Het was een hele rijke omgeving om te zijn eigenlijk. En ze hebben daar duizenden jaren gewoond. En daar vinden we dus ook
de sporen van terug, soms in vissersnetten, soms op de stranden. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een hele mooie geweibijl meegenomen. Het is gemaakt van het gewei van een edelhert. Je ziet dat die doorboord is. Dus hier werd eigenlijk een steel ingezet. En je kon dan de snede gebruiken om boompjes om te hakken of andere werkzaamheden te verrichten. En dit stuk zal zo'n 6000 tot 9000 jaar oud zijn. Maar wat we bijvoorbeeld veel op de stranden aantreffen zijn dit soort voorwerpjes. Kleine pijlpuntjes of speerpuntjes van been, bot of gewei. Met vaak zo'n hele mooie getande randen aan. En die zijn dus gebruikt als pijlpunten en speren om op al die dieren te jagen. En iets wat heel spannend is trouwens, is dat onderzoek van de eiwitten in deze stukken heeft aangetoond dat ze meestal van edelhert gemaakt zijn. Want dat kun je er eigenlijk niet meer goed aan zien. Dus je moet een monster nemen om dat vast te stellen. En twee van de pijlpuntjes die op die manier bemonsterd zijn, bleken niet van edelhert te zijn en ook niet van wild zwijn en niet van eland, maar van mens. En dat betekent dat je af en toe als archeoloog ook nog voor verrassingen komt te staan dat mensen ook menselijk botmateriaal gebruikten. Die mensen leven daar, maar die leven in een omgeving die constant aan verandering onderhevig is. Dat ijs op die poolkappen, dat smelt steeds verder en die zee komt eigenlijk steeds meer omhoog. De zeespiegel ligt nog 120 meter lager, zo'n 20.000 jaar geleden, maar stijgt dan in rap tempo. Dus dat gebied, wat we Doggerland noemen, overigens naar de Doggersbank, een hooggelegen rug midden in de Noordzee, dat verdrinkt langzaam. Dus wat eerst land was, wordt steeds kleiner en wordt op een gegeven moment eilanden en verdwijnt dan. En alles staat ook in verbinding met elkaar, want juist in die laatste jaren krijg je een enorme stijging van het zeewater, doordat in Canada een ijsmuur doorbreekt, waardoor een enorm ijsmeer in één klap in de Hudson Bay stroomt en de zeespiegel met een paar centimeter harder stijgt. En eigenlijk een van de genadeklappen van Doggerland is ook nog een keer een tsunami geweest. Rond 6150 voor Christus brak een enorm groot stuk land af voor de kust van Noorwegen. Dat schoof eigenlijk onder water weg en creëerde een enorme vloedgolf die vele meters hoog was in IJsland en Schotland en bij ons eigenlijk minder, maar nog steeds wel een aanzienlijke laag water die ook niet stopte. Dus in één keer over de kusten is uitgerold tot ver in het Groene Hart en in West-Brabant. En daarna kon je nog wel op de restanten van Doggerland leven, maar die zeespiegelstijging stopte niet en het gebied is uiteindelijk verdronken. En dan is de Noordzee weer Noordzee, zoals wij hem eigenlijk kennen. Maar het gedeelte van toen er mensen leefden en toen er Neandertalers leefden is eigenlijk veel groter en veel langer. En vormt in zijn geheel een vindplaats die Europees gezien zijn weerga niet kent. Dit is een van de allerbest bewaarde archeologische landschappen met vindplaatsen waar we zaken zullen aantreffen die het verhaal van onze geschiedenis en onze aanwezigheid in deze streken echt op een kop kunnen zetten. Doggerland is het belangrijk omdat het zo'n belangrijk archeologisch gebied is, maar ik denk misschien om af te ronden dat het ons ook een spiegel voorhoudt. Namelijk dat we niet leven in een eindeloos maakbare wereld. Klimaatverandering gaat door en gaat nu door op het moment en de manier dat wij er verantwoordelijk voor zijn. De huidige stijging in temperaturen is geheel en al te wijten aan de mens. Het is dus niet niet alleen die natuurlijke ijstijdbeweging. En de zeespiegel stijgt. En het was gisteren nog in het nieuws. Het is doorlopend een boodschap. Dit is iets waar we de komende jaren mee geconfronteerd zullen raken. En Doggerland leert ons dat we daar op een andere manier met onze omgeving en met de natuur moeten omgaan. Veel flexibeler, meer als onderdeel van dat systeem. En ik denk dat dat de boodschap is. Dat Doggerland ons leert dat we leven in een hele natuurlijke wereld waar wij maar een klein stukje van zijn. Goed, dit was een snel treinvaart, een reis door de tijd met een aantal objecten. In de tentoonstelling zal nog veel meer te zien zijn. Maar voor nu hoop ik dat het jullie een beetje op het onderwerp gewezen heeft. Ik hoop dat jullie het kunnen komen bezoeken. En mochten jullie nog vragen hebben, dan kun je dat stellen via de social media of app bij info@rmo.nl. En goed, tot ziens.